van gisteren. Vandaag weer tijd voor vis. Oftewel vis, we hebben schelpen met inhoud. En we hebben zeeuw, oftewel garnalen. Het vervelende van garnalen is dat je jezelf moet pellen. Dus hoofd eraf, pootjes verwijderen. Het is altijd een heel gedoe voordat je eindelijk kan beginnen. Maar ja, je weet waar je het voor doet, namelijk voor de likkerte. En als er nou iets is wat ik heel erg lekker vind, dan zijn het dus wel garnalen. Nou, kijk er nog eens. Dit is wat je overhoudt. Sojasaus erbij. En smoedema. Deze beesten. Je moet dus wachten tot ze open kunnen. Dat schijnt nu zo ver te zijn. Hopsakee. En uiteindelijk even naar deze kunnen. Weg, waar is de emmer? Daar. En deze eet je met een iets wat pittigere saus. Gochujang. Met azijn. Hopsakee. De geur is wat minder. De geur is wat ziltiger. Maar dat laat ons niet te veel tegenhouden. Oeh, knippen. De smaak is goed. Nog een eentje proberen. Hier zien we er een eentje. Igo. Dit is wat raar beest. Geen idee wat voor schelp of wat voor beest het is. Ook geen idee of het in Nederland verkrijgbaar is. Ik vraag me af of zo'n restaurant in Nederland aan zou slaan of niet. Ja, dus post even een reactie op YouTube of op de blog. En dan misschien moesten we maar een keer zo'n restaurant beginnen. Aan het einde gekomen van onze eetfestijn. We hebben nog een noedelsoepje. Met wat zeevruchten. Dan vinden we dit. Eigenlijk geen idee wat het is. Het lijkt een beetje op een inktvis of een hondendier of een beetje veel wat het.